Goedemorgen. Goedemorgen, Nicolas. Zeg, het is eindelijk gelukt. Eindelijk. Lang geprobeerd, hè? Veel lang geprobeerd. Ja. 3 jaar geprobeerd, maar. 3,5 jaar, denk ik eigenlijk zelfs. Bijna zo lang als we een vernootje konden zien. Ja, dat is fantastisch. Maar laat mij starten met jullie eerst dikke proficiat te wensen met jullie nieuwe website. Dank u. Eindelijk online. Ja, ja, ik heb hem al eens mogen bekijken in sneak peek en het zit er goed uit. Ja, dat is zo. Shit, dat is echt. Dus dan komt hem te. Misschien voordat we gaan praten over heel het website gebeuren, misschien wel interessant voor mensen die jullie nog niet kennen, van wat is Fuzz eigenlijk en wat is er zo speciaal? What's the Fuzz about? Ja. Oké, cool begin. We zullen starten met misschien al even te kaderen dat wij een content agency zijn of een content studio. Voor de mensen waar dit dan ook de flow voor is, dat is eigenlijk dat wij heel visueel te werk gaan. En wij stemmen dan eigenlijk af op de doelen van bedrijven en kunnen zo dan visuele campagnes van uitwerken. Dat kan een social media post zijn, dat kan een offline poster zijn. En dat stemmen we eigenlijk af met de doelen van de bedrijven. Mm. Dan gaan wij mee gaan denken, oké, hoe kunnen we dat gaan vertalen naar een mooi verhaal en hoe plakken we daar iets visueel mooi bij? Hoe ik het kort zeg, zijn we eigenlijk een ondersteuning van een bestaande marketing manager of marketing afdeling die eigenlijk tijd tekort hebben, handen tekort hebben en die eigenlijk of input nodig hebben voor een beetje creatieve input. Ja. En dan is ons team eigenlijk plug and play voor die marketing manager, die kan ons gewoon inzetten waar het nodig is. En inderdaad, wij helpen met het creatiever maken en het visueel ondersteunen van marketing en communicatie. Oké, duidelijk. En is dat iets dat, als ik zou zeggen, ik wil met jullie nu samenwerken, want dat klinkt interessant, is dat dan op lange termijn dat ik met jullie moet samenwerken? Of kan ik je gewoon bellen en zeggen, Niels, kijk, Black Friday komt eraan, ik heb jullie dringend nodig. Is dat ook iets wat we met jullie voor kunnen zijn? Well, dan zeg ik op de website al ontdekken. Fantastisch, moeten we het dan zeggen of moeten mensen gewoon naar de website sturen om het te ontdekken? Ik ga een tipje van de sluier oplichten. Ja. Ik kan eigenlijk voor 2 zaken bij ons trekken. En dat is eerder het voor projectplan zich samen trekken. En zoals je zegt, voor een snellere opdracht die je wilt uitvoeren. Zo wat creativiteit of wat visuele ondersteuning bij te brengen. Ja. Of een partnership. Ja. Wat dat inhoudt, dat vind je op de website. Fantastisch. Over die website gesproken. Wat was ook het moment dat jullie dachten van, het is tijd voor een... Ja. Goh, ik heb een opstart. Bij jullie hebben door in de tijd, hebben jullie wel verschillende websites gehad. Dat klopt. Maar dus, we zijn er 3,5 jaar mee bezig. Ik denk dat vernootschap bestaat nu 3,7 jaar. Dus bijna zo lang als we bestaan, zijn we bezig met een website. En nu? Er zijn verschillende versies geweest, maar nooit echt met een goede boodschap, niet echt hoe dat we hem worden, niet een die goed converteert en opvalt, is eigenlijk een beetje tegen onze winkel. En we hebben daar zelf veel geprobeerd, we hebben een paar stelletjes gemaakt, we hebben veel geweekt, dus dat is eigenlijk wel heel project ingestaan. Kunt u misschien wat meer vertellen over die foutjes die je gemaakt hebt, want ik vermoed dat jullie niet het enige creatieve agency zijn of klein bedrijf dat hadden. Foutjes maken naar websites. Ja, en die, toen dat we echt nog bij de opstart zaten, dan was het budget natuurlijk ook wat minder dan dat het nu was. Dus dan zijn we eerst gaan kijken naar, oké, wat zijn hier, wat gaat die templates dat we kunnen downloaden? Dat was op verschillende platformen beschikbaar eigenlijk. Zoals een Envato bijvoorbeeld. Dan hebben we daar een templateje gedownload, daar wat dingen in aangepast. Maar uiteindelijk zijn die templates ook niet super flexibel, maar wel, het was wat het was. En dat was goed genoeg voor dan. Maar ja, dan beginnen we met wat grote klanten te werken. Dan begint Engels ook een belangrijke taal te worden ook. Waarbij dat dan bij die website ook dachten van oké, we moeten hier ook wel in een andere taal gaan komen. Zeker, dat is niet in een template. Ah ja, van alles. Wat we eigenlijk ons ook wat professioneel mee maken. Ja. Dus wij dachten, maar ja, hoe kunnen we dat budgetair doen? En we zeggen, via een freelancer gevonden en die ons wat kunnen helpen. Ik deed dat zelf. Op zich was het design wel tof, waar we toen waren. Maar aan de achterkant van de uitzending is er echt super veel misgelopen. Tot zelf in onze mailbox, van onze mails die toen kwamen, eigenlijk niet zo goed gegaan. En dan hebben wij zo snel nog alles teruggegaan, denk ik. Ja, dat is misschien, dat is wel even online geweest, een woonpagina en een contactpagina of zoiets. Dat zag er eigenlijk aan de frontend wel savagoed uit. Maar dan als wij in de backend dingen wilden gaan aanpassen, dat was allemaal gewoon coded.
Dus dat was helemaal niet flexibel. En dan heb ik ook het van, oké, deze is het ook nu. En dan denk ik dat we even op toe hebben gezet en niet zo heel veel daarna zijn overgeschakeld op de welgekende under construction pagina. Maar een landingspagina waar toch iets van informatie op stond die toch conversie kon bijhouden, die op mobiel en web was. Dus ook moest dat weer al adaptief. Responsive. Ja, spot. Ja. Helemaal juist. Dus dan toch al een notie te geven van, kijk, we zijn daarmee bezig. Maar ik denk dat hier ook makkelijk weer als een half jaar online heeft gestaan. Die landingspagina. En dan hebben we afgegeven van, oké, we gaan er nu echt in investeren. Wat zijn de opties? Hoeveel budget hebben we? En dan zijn we uiteindelijk via de site manager terechtgekomen. Die zich ook al flexibel opgesteld, zodat wij zelf het design kunnen doen. Want de agency is heel wel veel met design en het uiterlijk bezig. En zij hebben dan meer het achterliggende en de back-office voor handen genomen, zodanig dat die website er en goed uitziet en ook correct. En dat jullie ook hopelijk de basic hyper-backbrains in vinden. Ja, dat is gewoon. Ja. Loopt zelfs goed lopen, ja. In het Nederlands en in het Engels. Als je nu terug zou kijken naar je eigen, een jaar en of was 3,7 jaar geleden. Lang geleden. En als je je eigen op dat moment 3 tips zou moeten geven van, ik ga nu beginnen aan een nieuwe website, hier zijn 3 tips. Wat zouden die 3 tips zijn? Zou ik beginnen? Of zou je beginnen? Bij mij, maak er gewoon budget voor vrij en zorg dat je het volledig uit handen kunt geven. Het zijn eigenlijk direct 2 tips. Ik denk dat dat Noreen was voor de volgende. Waarom die 2? Het werk loopt door, terwijl je met de website bezig bent. Ja. En ze zeggen ook bij de noodgieter thuis lekt de kraan. Ja, zelf hebben we dat ook gemerkt van ja, onze eigen content marketing die loopt wel. Hè. Instagram proberen we echt goed te onderhouden. LinkedIn ook. Hè. LinkedIn begint ook veel opnieuw, want hij heeft de stilgelegen omwille van geen tractie naar de website. We hebben eigenlijk bewust nog geen advertenties gekocht, maar we hadden dat ik moeten kopen aan de website, die eigenlijk niet klaar was. Dus er is eigenlijk nooit tijd voor, er moet tijd voor gemaakt worden. En dan merk ik iedereen die wat probeert aan het bedrijf te werken, terwijl we ervoor zorgen dat alle klanten bediend worden. En dat is soms wel een beetje een moeilijke balans in ook het eigen werk vooruit laten gaan. Het is zo dat we iedereen aan hun. Ja, ja, ja. Oké, en dan de derde tip. Ja, dat moet dan erbij aansluiten. Nee, dat mag iets helemaal anders. Mijn tip, ik zou bijvoorbeeld, want ja, als je nog in een start-up fase zit, dan kun je niet altijd veel budget vrijmaken. Dus ja, afhankelijk van wat je kunt vrijmaken. Als je dan niet het budget kunt vrijmaken, dan zou ik wel met een template werken, maar dat je daar eventueel een freelancer op een template laat werken en dat je die dat dan zo wel laat fixen. Want wij hebben toen zelf in die template liggen prutsen en ja, dat pakte zoveel tijd in. Als je gewoon dat je kiest een template, je schrijft een goede brief in en geeft het dan uit handen. En dan valt je budget eigenlijk wel nog mee. En dan kun je daar ook wel weer een jaarwings erbij. Ja, natuurlijk. En daar ook aan sluitend, ik denk ook niet dat elk bedrijf per se een website nodig heeft in de beginfase. Ik denk interessant. Ik denk dat een goed social media kanaal ook wel veel kan zijn. En bijvoorbeeld via Instagram kun je ook verkopen. Dus ik denk dat dat ook een eerste fase kan zijn, of als MVP, als minimaal product, om dan inderdaad eerst de revenue te genereren, geld te beginnen opzij zetten, om dan een website te kunnen laten bouwen en vooral echt later toe een adaptatie voor iedereen wil aangaan. Ja, 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 en misschien ook een vierde tip voor wat jullie ervoor zeiden, zorg ervoor dat flexibel is. Want ik vermoed, het bedrijf dat jullie toen waren en dat jullie vandaag waren, is ook al heel veranderd. Hè? Dat was ook een van de punten waar ik nog op wil inpikken, want in onze, als we nog gestart waren en dan de services gaan definiëren, wat doen we? Hoe bedienen wij onze klanten? Dat was toen ook wel wat anders. Nu is dat, dat was gewoon op vandaag is dat gewoon heel gestructureerder. Dan weten we, oké, dit zijn onze services, dat doen we. En op die manier werken we samen. En dat kunnen jullie ook heel duidelijk vinden op de website. Ja, toen we het ook wel eens uit video, is dat er hier ons video en is dat er video in. Terwijl nu zijn we content, online, offline, over een hele brede lijn. Video is er altijd een onderdeel van, maar slechts een onderdeel. En dat we op die manier ook, een marketingafdeling veel beter kunnen hebben op een hele visuele noot van een flyer tot een aftermovie en civil way. Dus op die manier zijn we zeker veel van. Ja, ik hoor nu hier juist ook zeggen van kijk, als je
net begint, is misschien een Instagram-pagina, een LinkedIn-pagina, is dat allemaal veel belangrijker om te hebben in de plaats van die website. Ik weet, we zijn hier vandaag om jullie nieuwe website te vieren, maar hoe belangrijk is het eigenlijk nog om zo'n website te hebben? Mm-hmm. Kunt je zonder? En jullie maken volgens mij veel content voor al die kanalen. Als dat allemaal in orde is, hoe belangrijk is het dan eigenlijk? Ja. Ik denk dat dat vooral heel nuttig is, ook naar de volgende stap die we willen doen. En dat is echt naar traffic creëren naar die website en awareness creëren rond wie is FUS. En dan het gewoon een beetje uw online visitekaartje. En nee. Ik denk dat social media kan dat ook wel zijn. Maar bij een website zelf kun je nog veel dieper duiken in verschillende topics. Een beetje meer uitleg geven en zelfs veel gestructureerder. En kun je gewoon breder uitleg geven. Terwijl wij hebben het bijvoorbeeld op Instagram meer in om wel eens een case te laten zien en dan employer branding te doen. Maar duiken we nog niet zo diep in wat zijn onze services nu eigenlijk en waarvoor kun je bij FUS terecht. Ja. Zouden we ook op die Instagram pagina kunnen doen, maar dan wordt dat misschien wat te veel informatie voor dat klein deel. Ja. Het is net omdat we zo breed willen gaan met dat ze niet de kaartjes zo belangrijk is. Heb je gemerkt in dat laatste half jaar, waarbij dat je eigenlijk enkel een communication pagina had, dat er bepaalde bedrijven tegenhield om met jullie te werken? Denk je dat er opportuniteiten gemist zijn? Tweedelig antwoord. Opportuniteiten gemist wel, maar vooral van mensen die ons niet kennen. Ja. Als wij met mensen spreken en het is op een netwerkevent en we zeggen oké, we hebben dit en dat al gerealiseerd, we hebben met die mensen samengewerkt, oké, we zien het kaartje uitdelen en dan meestal hebben wij dat project wel binnen. Dus als we die mensen echt fysiek zien of online via een call of mee kunnen bellen, dan is het eigenlijk in orde. Maar mensen die FUS niet kennen, nog nooit van FUS hebben gehoord, als die dan op die pagina terechtkomen, ik denk dat we daar wel potentieel gaten mee hebben verloren. Ja. Minder professioneel overkomen. Ja, er staan minder op. We wonen met niets van contacten meer invullen. Je kunt wel wat dingen doorklikken, maar ja, dat is niet zo uitgebreid als de website noemt. Als je een nieuwe website nu zou moeten samenvatten in 3 woorden. Duidelijk. visueel en interessant. Ja, duidelijk, visueel en interessant. Oké, doe maar. Wat zijn de woorden? Ik kan daar nog aan toevoegen dat het wel fuzzy is. Fuzzy. Dus ik denk dat mensen echt wel een goed beeld krijgen van wat is onze stijl, wie zijn wij als bedrijf, wat zijn de personen achter het bedrijf, wat bieden we aan. Het is inderdaad duidelijk. We hebben ook met een coach heel hard gewerkt aan wat bieden we aan, hoe bieden we daar aan, wie willen we aantrekken. En dat gaat allemaal terugkomen in cases die stelselmatig online gaan komen, in artikels die stelselmatig online gaan komen. Mm-hmm. En dan kunnen we met veel kortere onderdelen van bijvoorbeeld nieuwsberichten of blogs of cases gaan deze op social media en dan die naar de website te gaan herleiden en stipjes dan meer traffic uit ons te krijgen. Ja. Want het is waar, zonder website hebben we ook overleefd. Maar dat was natuurlijk meer word of mouth, goede retentie, wat heel belangrijk is voor ons. Maar we hebben graag iets meer controle over onze sales pipeline en we willen ook onze groei doorzetten. Dus we moeten ook mensen gaan bereiken die ons nog niet kennen en die op een andere manier overtuigen dan mensen die via komen. Ja, dus als ik het goed zou samenvatten, gaan jullie eerst zien dat je heel veel fuss maakt in een markt die jullie niet kent, met video's, artikels, allemaal organische sociale media. Mm-hmm. En doet je eigenlijk, probeert je om er altijd iets van een link naar je website te leggen, dat mensen meer kunnen ontdekken op de website, waarbij dat je ze dan probeert te tonen, dit kunnen we, zo kunnen we helpen, te identificeren en ze dan zo converteren. Dat is een beetje de strategie dat jullie zo willen. Ja, ik vind het zo'n... Goed, ik denk dat we de viering vandaag eigenlijk wel mogen beginnen. Dat het zal allemaal live, is allemaal gebeurd. Is steeds wat jullie nu gaan doen om het te vieren? Ja, ik ga heel spannend reacties afwachten. Daar ben ik wel echt benieuwd naar, want na zo'n lang traject zijn wij er misschien al een beetje op uitgekeken. Ja. Maar we zijn wel heel benieuwd wat mensen natuurlijk van vinden. Oké. Is het effectief de loopperiode waard geweest, of hebben mensen nog iets van... Je kunt hem altijd niet aan uit hebben. Wie is FUS nu eigenlijk? Ja, ik denk dat de verwachtingen nu wel heel hoog gespannen zijn. Dus ik denk dat we de mensen niet langer in spanning moeten houden als ze gewoon naar de website moeten sturen. Wat is de URL van de website juist? www.fus.agency. Voilà. Geniet nog van deze prachtige dag.
En ja, veel plezier met de website. Dankjewel, Lucas. Oké. Ik ging het anders spiegelen, eigenlijk. Ik vond het wel.